Op 23 en 24 december brengen de vrijwilligers van Woei de Plint kerstmaaltijden rond, bestemd voor mensen van wie zij vinden dat die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We gaan het in delen bezorgen, omdat het niet allemaal tegelijk kan vanwege de voedselveiligheid, hoe we maar een half uur tegelijk rijden. Dus de chauffeur heeft net aangegeven, of chauffeuse, welk deel ze het eerst wil bezorgen. Dus ik ben aan het kijken wie dat zijn. Hoeveel maaltijden gaat het? Op dit moment gaat het om zo'n 14 maaltijden, denk ik, als ik het even snel kijk. Ja, en in totaal waren het, als ik het uit mijn hoofd goed weet, 77 maaltijden. Moet je wel open blijven staan, dan kan je filmen. Nee, ik wil liever u filmen. Een runde. Een pakket voor en twee. Dat is twee runder. Wat zit er allemaal in, meneer, weet u dat? Hier zitten twee rundermaaltijden in. En een lekker stoofpeertje. En een vruchtentoetje. Mooi. En je wilt natuurlijk dat echt die mensen die het hardst nodig hebben, het krijgen. En wij hebben het aan diverse collega's binnen en buiten gevraagd. Goh, wie zie jij nou dat hij dat echt nodig heeft? Dus onder andere mensen die mensen helpen met financiën of sociaal werkers inderdaad. En die kunnen dan, die zien echt wie het hardst kan gebruiken. Ja, zijn het dezelfde mensen die ook bij de voedselbank lopen? Sommigen wel, sommigen niet. Ja, het wisselt. Wat vinden de mensen ervan dat ze deze maaltijden krijgen? Ja, heel veel zijn, tot nu toe heb ik heel veel blije verhalen gehoord. Dus mensen die er heel blij mee zijn.